Safe Plastics heeft als visie om plastic te redden van de verbranding en uit de natuur. En dat zit er bij mij al vanaf jongs af aan in. Ik heb een opleiding voor boswachter gedaan. Hout is een fantastisch bouwmateriaal. Tegelijkertijd hebben we ontzettend veel plastic afval. En toen dacht ik, nou, als wij dat nou kunnen gaan omdraaien, dat we echte bouwmaterialen van afvalplastics kunnen maken. Nou, dat zijn we dus gaan doen. Safe Plastics heeft een fikse ambitie. Dat is om alle afvalplastic te redden van de verbranding en uit de natuur. Alleen wij willen dat vanuit een regionale manier aanpakken. Dus lokaal en circulair. Dus bijvoorbeeld in het oosten van het land gebruiken we het plastic uit het oosten voor projecten in het oosten. En wij denken dat dat de toekomst is. Nou, er zijn bijvoorbeeld palen langs de kant van de weg. Je ziet hier schuttingspalen. Van alles en nog wat wij maken in onze grote fabriek. En wij zorgen er hiervoor dat het allemaal in een project wordt toegepast. Als je dus balken en planken bij elkaar schroeft, dan heb je dus een constructie zoals dit, de Vlonderbrug. En na 50 jaar kun je weer recyclen. En dan kun je het weer voor nieuwe projecten gebruiken. Hier hebben we er bijvoorbeeld al duizenden van staan in Nederland. Dit is een lantaarnpaal. Safe Plastics levert dus al 30 jaar producten voor buiten. Niemand ziet dat, niemand weet dat eigenlijk. En mijn vrouw zei op een gegeven moment, als je echt nog meer plastics wil redden, dan moet je iets maken wat mensen snappen. En toen zei ze, ga dan huizen bouwen. En mijn eerste reactie was, ja, het is al moeilijk genoeg om beschoeiingen te verkopen. Maar ze heeft natuurlijk volledig gelijk. En nu hebben wij de Safe Home ontworpen. De Safe Home vertelt het verhaal van afvalplastics. Dat je er kunt in wonen in afvalplastics. En daarom gaat mijn gezin hem eerst testen. Wat jullie hier zien is Safe Home 1. En hier gaan wij alles engineeren. Kijken waar we tegenaan lopen. Doet de accu het? Doen de zonnepanelen het? En het jaar daarna willen we hier de hele ruimte gaan huren en echt een fabriek gaan bouwen die Safe Homes eruit gaat stampen. En dan van plastic uit Arnhem. Hier heb ik een stuk paneel. Nou, die komt hier dan op deze manier zo aan de buitenzijde op. En dit gaat dan 50 jaar mee. Het afvalprobleem wat wij hebben is niet eenduidig op te lossen. Onze visie is, laten we het in ieder geval niet verbranden. Zet het ergens in een nuttige toepassing. Nou, wat is er dan nuttiger dan een huis?